Nou, dames en heren, u ziet, het is weer aardig gevuld hier in de RTL 4-studio met veel raceliefhebbers. En jullie zijn allemaal raceliefhebbers, neem ik aan. Ja, het zijn allemaal raceliefhebbers, gelukkig maar. Zometeen dus de grote prijs van Brazilië in Sao Paulo. Daar gaan we straks naartoe, maar nu gaan we al even praten met Olaf Mol. Olaf, goedemiddag. Er zitten 5 weken tussen de eerste Grand Prix en de tweede. Herken je de coureurs eigenlijk nog wel? Ja, gelukkig wel. Zij ons ook nog. En dat is altijd prettig, want dat betekent dat ze met ons willen praten, met ons blijven praten. Het was een lang gat. Ook voor een aantal coureurs was dat moeilijk, was dat lastig. Maar wat wel een voordeel geweest is voor een aantal mensen, is dat ze het gat met de concurrentie hebben proberen te dichten. Ferrari heeft onnoemelijk veel getest. Maar ja, dat zie je straks in de voorbeschouwing wel. Het gat is er toch nog wel een beetje, hoor. Ja, we zagen net een fikse crash van Zonta. Wat gebeurde er eigenlijk? Nou, Ricardo Zonta, het is nog even een beetje onduidelijk. Het team is ook niet echt gewend om daar dan meteen wat over te zeggen. Wij denken zelf, en wij is in dit geval Koninklijk Meervoud voor Allard en ik, dat hij met zijn linker achterwiel naast de baan geraakt is, omdat hij die bocht wat ruimer aan wilde snijden. Als dat het niet geweest is, dan is er duidelijk iets bij de achterwielophanging afgebroken. En dan zal het een demper zijn die plots de druk verloren, lek geraakt is. En ja, het was een hele gemene knap. Hij is gelukkig wel zelf uit die auto gestapt. Heeft vannacht of gisteravond een operatie ondergaan aan zijn voet. Het was een botbreuk van zijn middenvoetsbeentje, maar die had wat pezen beschadigd. Dus ze zijn wel flink bezig geweest. Maar het team verwacht dat hij over 3 weken er gewoon bij is. En dat is ook al eens eerder door onze kijkers gevraagd. Nu mag het team geen vervangende rijder inzetten. Nee, dat is dat donderdagmiddag om 4 uur moet je als team eigenlijk roepen: met deze jongens ga ik dit raceweekend in. Mocht er dan, en dat kan ook ziekte zijn, hè, want er zijn wel eens coureurs die met zware griep een race gereden hebben waarbij het even erom gehangen heeft of die nou wel of niet konden rijden. Dan kun je geen ander meer inzetten. En ik denk dat dat ook goed is, want je kunt niet van een coureur verlangen die niet een normale opbouw naar zo'n Grand Prix heeft, dat hij naar zo'n Grand Prix komt en ineens op vrijdagmiddag hoort: hey, stap jij even in dat ding, ga even rijden en dat komt wel goed. Want het is, ja, het is fysiek zwaar, het is mentaal zwaar. En ik denk dat het gewoon een goede regel is. Oké, in Sao Paulo gaan we linksom op een hobbelig circuit dat voor de technici lastig is. Want op het deel, zeg maar, met de korte bochten heb je veel vleugel- en downforce nodig. Terwijl op de 2 behoorlijk lange rechte stukken je eigenlijk heel weinig vleugel wilt. Hoe lossen ze dat op? Ja, het is eigenlijk bijna voor de technici altijd op elk circuit een compromis zoeken. He, je wil op het rechte stuk iets minder vleugel hebben staan zodat hij harder loopt. Maar dan zul je merken dat hij op het stuk waar het langzamer gaat meer gaat glijden. Het is hard werken geblazen voor die techneuten. Daardoor zijn die trainingen er natuurlijk ook. En daardoor balen sommige teams dat door die klap van Zonta er 35 minuten kostbare trainingstijd verloren gegaan is. Het is continu compromissen maken. Ik denk persoonlijk dat de sleutel op dit circuit ligt dat je iets topsnelheid inlevert en op dat middenstuk daar het kunt gaan doen. Ja, goed, we zeiden het al, het is hobbelig. Wat betekent dat in extenso, zeg maar, echt precies voor de wielophanging en de vering? Want hoe vind je nou extra grip? Ja, zorgen dat die wielen op de grond blijven en dat ze over die hobbels niet gaan vliegen. Ja, dat klinkt een beetje raar, maar Schumacher, en je zult dat later in onze voorbeschouwing ook zien. Schumacher had tot 2 keer toe een moment dat die achterkant van die auto letterlijk wegsprong over zo'n hobbel. Dat is gevaarlijk, dus ze controleren de uitgaande slag. Maar ze hebben, en ik heb dat net nog even gevraagd, ook iets zachtere veren erop zitten. Dat gaat helemaal, dat leggen we nog wel een keer uit. Dat gaat met ponden, zoveel ponddruk, dat ze makkelijker inveren of makkelijker uitveren. De uitgaande slag is eigenlijk het belangrijkste voor die hobbels die hier zitten, maar ja, de meesten hebben dat wel onder controle. Oké, nou even over het publiek. Hoeveel mensen zijn er daar? Hier hebben we zo'n man of 60 in de studio, maar ik denk dat er daar een paar meer zijn, hè? Ja, het zijn er ongeveer 75.000. Eerlijkheid gebiedt ons wel te zeggen dat sinds de dood van Ayrton Senna de aandacht voor de Braziliaanse Grand Prix wat teruggelopen is. Maar het goede trainen van Barrichello heeft gezorgd dat er toch gisteren nog wat extra mensen gekomen zijn. Hij schat het nu op zo'n 75.000 Brazilianen. En ja, het is wel een goed sfeertje hier, hoor. Het is best een mooi circuit met heel veel hoogteverschil. Probeer dat maar straks eens in die wedstrijd te zien. Want dat is moeilijk op tv te kijken, maar er is echt een enorm hoogteverschil. Oké, okay, nou, die zeg maar 75.000 man, die zagen net de warm-up. Ja, dat is erg interessant wat er vanochtend weer allemaal gebeurde. Gelukkig was het droog. Het heeft hier de laatste dagen flink wat geregend. Weersverwachtingen zijn dat er hier misschien aan het einde van de middag een onweersbuitje komt. Maar ik denk dat we gewoon een compleet droge Grand Prix hebben. En die warm-up was eigenlijk een probleemloze. Oké, okay, nou laten we naar die warm-up eens even gaan kijken dan, als die zo probleemloos was. Alright. José Carlos Paatje hier in Sao Paulo, Brazilië. We zijn ongeveer een 40-tal seconden verwijderd van de start van de warm-up voor de grote prijs hier in Brazilië. Prachtige dag was het gisteren. De Brazilianen zijn blij.
We zullen dat later op in de middag nog zien. Met het goede presteren van hun landgenoot Rubens Barrichello. Nu kijkt hij hier naar de wagen van Heinz-Harald Frentzen, de Duits. En dat maar dit weekend veel aandacht heeft. Pitstraat. En zo ook gisteren tijdens de kwalificatie. Toen die achter een van de twee posten aanging. En tijdens het uitrijden van de pits. Je gaat daar zo. Als hij wegrijdt over 2 seconden gaat hij linksaf naar beneden en dan rechtsaf. En op dat punt remde hij eigenlijk meteen die Prost al uit. Dat gebeurt dus op dit punt. En dat was een kleine hachelijke situatie. Dit is overigens allemaal nog pitstraat. Ook tijdens de race moeten de rijders hier op de limiter rijden. Tot aan de witte streep. Daar mogen ze pas vol gas. En dat heeft ongeveer de pitstoptijd met zo'n kleine 15, 20 seconden verlengd. En dat heeft weer te maken nu met race-strategie. Want ga je 1 keer stoppen of ga je 2 keer stoppen? De computer zegt 2 keer stoppen is sneller. Alleen met die lange pitstraat, ja, die moet je dan even weer uitzien te rekenen. Want die hadden ze nog even niet meegenomen. En die Irvine die overigens geroepen heeft dat hij het belachelijk vindt dat de uitgang van de pitstraat hier veranderd is. Er was eigenlijk niks met de oude. Waarom dan? Ja, het is weer een policy van de FIA. Die mannen die ervoor willen zorgen dat de reglementen gehandhaafd worden. Dat er nieuwe reglementen komen. Maar vooralsnog schijnen ze niet echt goed te werken. Want de kwalificatietijd die hier gereden is was alweer sneller dan de pole van vorig jaar. En dat op het circuit waar zoveel bochten zijn. De 4 groeven in de voorbanden dit jaar moeten er dan voor zorgen dat de auto's in de bochten langzamer gaan. En op het meest bochtige circuit rijden de heren gewoon meer dan een halve seconde sneller. Het zijn wel langzame bochten. Dus als je op circuits gaat komen waar hele snelle knikken zitten, dan is het misschien wel weer een ander verhaal. Vooralsnog heeft het niet echt gewerkt. Aan de andere kant, die technologie, die vooruitgang van Formule 1 teams, die is niet tegen te gaan. Hadden we het zojuist over de uitgang van de pitten. Dit is de ingang. En daar moeten ze dus al op de toeren beginnen ze rijden. En dus is dat een heel lang stuk. Als je dat ook nog meerekent met hetgene wat we net hebben laten zien bij het uitrijden van de pitstraat. Het hele spul komt weer binnen. Dit is natuurlijk stevast. Er zal misschien een enkeling zijn die de drukte in de pitstraat wil vermijden en dan een rondje rijdt. Want kijk eens, zoveel stof ligt er dus hier op het circuit. De laatste dagen is er niet echt veel rubber bijgekomen omdat het nogal wat geregend heeft. En ik denk dat met het aflasten van een stukje van de vrije training van de zaterdag door een ongeval van Ricardo Zonta, dat er teams zijn die vandaag nog het een en ander aan testwerk uit te zoeken hebben. Ja, overigens VAR, het team waar Ricardo Zonta voor rijdt, zit een beetje in de hoek waar de klappen vallen. Want allereerst dus een auto kwijt en een rijder in het ziekenhuis. Eventjes voor een kleine operatie aan zijn voet. Alles gaat overigens goed met Ricardo Zonta. En we gaan alweer geruchten dat hij in Imola er gewoon weer bij is. Maar vandaag dus even niet. Jacques Villeneuve heeft 3 auto's. En hij mag die 3 auto's gebruiken om vanaf de allerlaatste plek te starten. Hij kwalificeerde zich weliswaar op een fantastische 16e plaats. Want daar staan we natuurlijk allemaal nog van te kijken dat het allemaal maar zo gebeurt. En toen bleek dat er eigenlijk gewoon, als je het even heel plat zegt, illegale benzine in die auto zat. En hij werd achteraan gezet. En ja, wat is dan illegale benzine in dit geval? De illegale benzine is dat de vingerafdruk die aan het begin van het seizoen gemaakt is door de FIA van de benzine die je zelf aan moet leveren. Nou, dan halen ze gisteren bij Villeneuve een beetje brandstof eruit. Dat doen ze ook in die machine. En uiteindelijk is die dan niet helemaal 100% hetzelfde. En ja, tussen de FIA en VAR botert het al niet zo. En dat zal voorlopig nog wel niet gebeuren ook. Rubens Barrichello, rustig zittend in zijn andere auto. De coureurs die het snelst getraind hebben, die worden de T-car dan toegewezen voor de wedstrijd. In de kwalificatie is het vaak zo dat de coureur die de thuis Grand Prix rijdt, of die de vorige keer het snelst was, in eerste instantie de T-car krijgt. Voor de wedstrijd is het degene die het snelst gekwalificeerd heeft. En dus rij je even met die auto, stap je daarna weer in je eigen auto. En daarom dat je meerdere mensen uit een auto in ziet stappen. Uit een auto ziet stappen en weer in een ander. We doen natuurlijk altijd de vragen. Ze moeten deze keer naar pitspost@rtl5.nl. We hebben een vraag van Hans Oosterhout. Die zegt, waarom kunnen de voor- en achtervleugels niet gewoon bewegen? Op het rechte stuk kunnen de vleugels horizontaal staan, zodat ze niet voor luchtweerstand zorgen. Ook de rolwrijving wordt kleiner, waardoor ze sneller kunnen. En in de bocht kunnen ze rechtop staan. Ja, Hans, dat is juist een van de issues. De teams hadden dat ook verzonnen. Maar de reglementen zeggen dat je geen bewegende aerodynamische delen mag hebben. Want natuurlijk hoef je niet gestudeerd te hebben om te bedenken van, hé, dat zou handig zijn
op het rechte stuk die vleugel achterover. En in de bochten staat hij weer kaarsrechtop. Het zal wel lastig zijn om even precies uit te vinden met hoeveel kracht je dat dan moet doen. Maar het mag nu helemaal niet. Teams hebben dat gedaan eind vorig jaar, begin dit jaar. De Engelse bladen hebben er vol van gestaan. Er waren foto's van teams die op hoge snelheid die vleugel een beetje achterover hebben hangen. De FIA heeft daar nu een stokje voor gestoken. Vanaf deze Grand Prix zijn er tests. Er wordt een bepaalde kracht op de vleugels gezet. En dan mogen ze een hoeveelheid X, en welke de FIA daarbij hanteert weten wij niet, mogen ze verbuigen. Want je kunt het materiaal nog zo stijf maken op het moment dat je er luchtdruk op zet. Een vleugel van een Boeing gaat ook nog steeds 2 meter op en neer. Nou is die wat groter en nou is die daarop gemaakt. Deze vleugels zullen altijd, denk ik, een halve millimeter of een halve centimeter maximaal toch wel bewegen. Vanwege de kracht die er door de neerwaartse druk opgezet wordt. Dus dat is eigenlijk het antwoord op je vraag. Nou, het is overigens niet nieuw, hè. In de 60 jaren was er een Amerikaan, Chaparral, ja. Die bouwde raceauto's. En die ging op Le Mans rijden en op het langrechte stuk hadden ze dan 0 vleugel. En dan kwam er een soortement van garagedeur bovenop op het moment dat ze moesten remmen. En dan remde die auto inderdaad heel erg hard. Ja, dus het is ook wel wat oud. Ook Bernie Ecclestone zelf, toen die eigenaar was van Brabham, heeft nog wel eens een aantal dingen gedaan. Die hebben, dat was volgens mij hier, een auto gehad. Met een soort, ja, er zat een propeller achter aan de onderkant. Hij riep ze van, ja, die is voor de koeling. Maar wat die deed, die trok een vacuüm onder de auto. En dat heeft 1 wedstrijd erop gezeten. Toen stonden ze geloof ik ook met 2,5 seconden voor. En toen is het weer door de, ja, door de reglementen. Dan wordt er iets om zeep geholpen. Als er iets heel revolutionair is. En iets wat eigenlijk een heel groot gat in de wetgeving aangeeft. Dan wordt het door de FIA gewoon verbannen. Zo ook de Williams met 4 achterwielen. De Tyrrell met 4 voorwielen. Er zijn heel veel van dat soort dingen geweest al. En Formule 1 heeft dat natuurlijk in zich. Want er werken hier gewoon hele slimme mannen. Die gewoon 24 uur per dag bezig zijn. Die een bloknootje naast hun bed hebben. Die denken, ah, dat kunnen we nog wel eens misschien op die manier doen. En dan hebben ze een fabriek. En daar zitten dan 22 man in een hokje met computers. Die zitten al dat soort dingen en dat soort ideeën uit te rekenen. De eerste tijd is gezet door Jean Alesi. 21-3. De rest zit nog allemaal in de outlap, zeg maar. Zijn bezig, Michael Schumacher. Een redelijke tussentijd. Je zult een klein verschil gaan zien ten opzichte van de kwalificatietijden toen het gemiddelde zeg maar in de 1.17 zat. McLaren waren degene in de 1.16, dan een grote groep in de 1.17, een grote groep in de 1.18. En je ziet, toen mag je hier 1/16 van de tijd van de Jean Alesi afpakken. En hij zet zichzelf op dit moment daarmee aan de kop van het veld. Broer Ralf op plaats 4, Frentzen 2, Alesi 3. Ja, en ik weet overigens niet helemaal waar ze bij Ferrari mee bezig zijn op dit ogenblik. Ze hebben waanzinnig veel getest in de tijd tussen Australië en Brazilië. En ze zouden het gat bijna helemaal dicht willen rijden. Bijvoorbeeld het team van Stewart heeft maar 1 test gedaan vanwege een klein tekort aan motoren. En het team van Stewart staat daar dan gewoon voor. En je begint je toch ook eens heel langzaam af te vragen waar ze in Italië eigenlijk mee bezig zijn. Ze hebben een van de grootste budgetten. Ze hebben waanzinnig getalenteerde ontwerpers. Ze hebben 2 van de beste rijders in het team aan het werk. En dan heb ik zoiets van, ja jongens, als je het dan met al dat geld gewoon niet voor elkaar krijgt. Ik weet het niet. Zijn ze dan Engeland zoveel beter? Als je nu ook aan Frentzen ziet en als je de startopstelling kijkt. Fisichella die daar dichtbij staat. Een Jordan team wat daar dichtbij staat. Met zoveel minder geld dan Ferrari. Dan, ja, iedereen heeft een zwak voor Ferrari in de Formule 1. Maar ze moeten nou toch ook wel eens met echt resultaat komen. Ja, als je naar die auto kijkt dan zie je dat er ook een behoorlijke verandering gaande is. Marketing technisch bij Ferrari. Want de auto heeft in onze optiek nog nooit zoveel sponsoring gehad. Ik kan me die jaren herinneren, dan was de Ferrari rood met de rood-witte Marlboro rooftop daarbij in de buurt. Maar het is tegenwoordig Tommy Hilfiger, Shell, Tic Tac, noem het al maar op. Dat ding staat gewoon helemaal vol. Telecom Italia Mobile. Het wordt eigenlijk zeg maar een, ja, tussen haakjes normaal team. En niet meer het team van Ferrari wat alleen maar 1 of 2 sponsors toeliet. Die gewoon een deel van het rijdersbudget of een deel van het ontwikkelingsbudget bepaalden. Mika Hakkinen, een heleboel veranderingen aan de setup gedaan. Gisteren zei hij, we hebben de auto vlak voor de kwalificatie, had hij hem nog veranderd. En hij zegt, ja, ik heb er nog steeds niet het beste uitgehaald van wat ik eigenlijk had moeten doen. Maar ik sta pole position, dus ik ben er blij mee. En ja, de betrouwbaarheid is natuurlijk een vraagteken nummer 1 op dit ogenblik. Vraag van Roy van Niersen uit Doetinchem, terwijl de
McLaren van Hakkinen doorraast en 1/3 van de tijd van Frentzen afpakt. Roy heeft het over de CW-waarde van een Formule 1-auto. Ja, de kreet CW-waarde is afkomstig uit de automobielindustrie. Heeft te maken met de zeg maar aerodynamische vorm van een auto. Het is een waarde van zeggen, is het een aerodynamisch goede auto of is het een vierkante vrachtwagen? Je kunt je voorstellen dat een lage sportwagen een betere CW-waarde heeft dan een grote vierkante vrachtwagen. En hij zegt, hoe zit het eigenlijk met de Formule 1? Nou, verrassende wijs zul je misschien horen dat de Formule 1 helemaal niet zo'n gunstige CW-waarde heeft. We hebben het wel veel over aerodynamica, maar die is er niet om die auto een zo druppelvormige, druppelmogelijke vorm te geven, zodat die maar heel hard door die lucht heen kan gaan. Die aerodynamica is er om druk op die auto te maken, zodat die op de weg kan blijven. En natuurlijk zit daar ook iets bij om hem wat topsnelheid te geven. Maar als je met de Formule 1-auto alleen maar zo hard mogelijk wil rijden, dan moet je hem gewoon helemaal overkappen en een druppel voor hem aangeven. En dan denk ik dat hij de 520 wel haalt. Ja, het is een hele aardige paradox eigenlijk. Terwijl Hakkinen met een 1.18.9 nu al 1/4 sneller is dan vorig jaar tijdens de warm-up. Het is een aardige paradox, want je wil natuurlijk zo aerodynamisch mogelijk zijn. En daarna ga je er allerlei dingen aanhangen, vleugels, bodemplaten en dergelijke, om te zorgen dat die auto weer beter op de weg blijft plakken. Maar ja, die zorgt natuurlijk weer allemaal voor een minder aerodynamica. Het is ook de vleugels, als we naar de vleugels kijken, ze zijn groot, groter, groot. En er komen er ook steeds meer natuurlijk op hele ingenieuze plaatjes. Maar het gaat dan wel weer om de effectiviteit van zo'n vleugel. Want je kan hem wel groot maken, maar ja, als hij alleen maar zorgt dat je te veel tegendruk hebt en eigenlijk geen neerwaartse druk hebt, dan schiet het niet echt op. En het is altijd een combinatie met het motorvermogen. Want degene met het meeste motorvermogen kan dus meer vleugel zetten, omdat die motor dat er wel doorheen trekt. En als je een zwakkere motor hebt, daar waar op dit moment de heren van Williams nogal hoog woord klagen. Ook Ralf Schumacher heeft weer gezegd van ja, het is een prima betrouwbaar ding, die Supertech motor. Maar ik word er helemaal gek van, want hij is gewoon niet snel genoeg. Punt. En dat is toch wel een vrij harde uitspraak. Daarentegen als je nagaat dat ze bij Williams, ik denk 13 miljoen pond betalen voor die motoren. Maal 3 zegt 35 miljoen piek. En je komt dan 60 pk tekort. Dan kan ik me toch voorstellen dat je flink de ziekte erin hebt. Ja. Wat doet David Coulthard? Je ziet hem trouwens daar over de ingang van de pitstraat heen rijden. Dat mag. In vorige jaren mocht dat niet. Coulthard laat zien dat de woorden die hij gisteren na de training sprak, van ik denk dat ik in race trim wellicht sneller ben dan ik nu geweest ben, want ik heb een paar kleine foutjes gemaakt, dus het zit in mij en niet in de auto. Ik denk dat ik hier in de wedstrijd het leven van Hakkinen wel eens moeilijk kan gaan maken. Nou, hij kan het met een heel klein beetje. 59-honderdste is natuurlijk niet heel veel. Maar wel zijn ze met z'n tweetjes 17e los. Ik doe even de top 10 voor u, ondanks het feit dat hij in zo'n warm-up met name in het begin veel verandert. 1 Coulthard, 2 Hakkinen, 3 Schumacher, 4 Olivier Panis, verrassend, 5 Dinis, 6 Heinz-Harald Frentzen, 7 Fisichella, 8 Johnny Herbert, 9 Alesi en plaats nummer 10 is er voor Damon Hill. En Jacques Villeneuve heeft wel 1 ronde gereden. Het wordt misschien een beetje flauw dat we het er zo in wrijven, maar dat hebben ze over zichzelf afgeroepen. Want de heren riepen voor het seizoen, wij denken en wij willen graag de eerste wedstrijd van het jaar vanaf pole position winnen. Yeah, right. Nou, daar is dus niet veel van gekomen. Het is natuurlijk makkelijk om iemand die het een keertje tegen zit even de grond in te trappen. Maar vooralsnog denk ik dat het andersom is. Ze hebben een iets te grote mond gehad. En ze hebben misschien iets te makkelijk gedacht van als we nou links en rechts wat mensen weg gaan kopen, dan zullen we er eens een paar laten zien hier hoe wij denken dat het spelletje gerund moet worden. En vooralsnog krijgen ze hem keihard op de neus. En ja, een beetje leedvermaak is op zijn tijd ook niet slecht. Ik hoop dat ze een keer een mooie uitschieter hebben. Vooralsnog denk ik dat er gewoon dikke wolken boven het team hangen. En dat het nog wel even zal duren voordat ze het lek boven hebben. Rubens Barrichello. Derde mag hij starten. En gezondheid. Ik denk dat er binnenkort wel eens een hele aardige Grand Prix overwinning van deze man kan komen. En het zou mij niks verbazen als het gewoon vanmiddag is. Bij McLaren hebben ze gewoon nog steeds geen Grand Prix afstand gereden. Overigens, bij Ford hebben ze, of bij Stewart, hebben ze wel een Grand Prix afstand gereden met een motor. Alleen daar hebben ze 2 dagen over gedaan. Dus ze weten wel dat de motor inmiddels 400 kilometer kan rijden. Alleen aan 1 stuk, of eigenlijk in een tijdspanne van 1.5 uur, hebben ze dat nog niet gedaan. Ricardo Zonta gisteren dus met de Bridgemarq Racing auto gecrashed. Heeft zijn voet gebroken, is wat. Ja, hij moest geopereerd eraan. Er was een open botbreuk, zeg maar, met een middenvoetsbeentje. Er waren wat pezen die beschadigd waren. Maar men denkt dat hij over 3 weken tijdens de volgende Grand Prix er gewoon weer zal zijn. Later in deze uitzending, in onze voorbeschouwing, kunt u dat ongeval zien.
Verder is het zo dat, en dat was al gisteren, zo zitten die Braziliaanse jongens toch in elkaar. Want het zijn allemaal goede schoonzonen, als je hier helemaal gelooft hier. Toen hij in het ziekenhuis aankwam, heeft hij geroepen, voordat je mij op de operatietafel legt, moet ik toch even mijn moeder bellen. Want ik weet zeker dat hij heeft zitten kijken. En ik denk dat hij redelijk in de Braziliaanse vlekken geschoten is nu. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft er gebeld en heeft haar in ieder geval ervan verwittigd dat er verder met hem weinig meer aan de hand was. We zijn ongeveer halverwege deze warm-up. De stand hier is nu 1 Hakkinen, 2 Coulthard, Frentzen is 3, Barrichello is 4, Panis is 5, Michael Schumacher 6, Johnny Herbert 7, Damon Hill 8, Pedro Dini is 9, Jarno Trulli is 10. We gaan er even tussenuit en zijn daarna terug met het vervolg van de warm-up voor de grote prijs van Brazilië. Welkom terug, dames en heren, in Brazilië. De stand vooraan is ongewijzigd, buiten het feit dat Heinz Albert Frentzen net eventjes een tiende heeft weten te vinden en goed in de buurt van Barrichello zit. Dat is de verwachting wat er hier in de wedstrijd gaat gebeuren, is dat de McLarens met z'n tweetjes zullen gaan proberen los te komen. Maar dat er daarachter een hele lange trein van auto's is. Het leuke van dit circuit is dat er toch, denk ik redelijkerwijs, minimaal 2 goede inhaalposities hier zijn. Ja, en de meest voor de hand liggen is natuurlijk de eerste bocht. Aan het eind van het rechte stuk en dan de bocht, ik weet niet hoe die heet, maar de Jos Verstappen bocht zou hem kunnen noemen. Waar Jos Verstappen tijdens zijn Grand Prix debuut ooit in een grindbak terecht kwam. Subido do Lago, bij het meertje. Ja, er zijn er hier meer van voor die meertjes. Interlagos betekent tussen meren, dus nou, het is een beetje, maar goed, vooruit. Subido do Lago, zo heet hij. Dus dat zijn bocht nummer 1 en bocht nummer 2, om het simpel te houden. Dat zijn echt best wel uitgesproken inhaal. Punten. En ja, ik verwacht eigenlijk dat de McLarens onder een waanzinnige druk komen te staan van en Michael Schumacher en Rubens Barrichello en eventueel een Jordan die daar vlak achter zit. Ik ga er heel even gemakshalve van uit dat de McLarens namelijk 1 keer gaan stoppen, deze vorig jaar ook. Ik ga er ook even gemakshalve van uit dat Barrichello 2 keer gaat stoppen. Dat betekent dat hij gewoon die druk op die ketel kan zetten en nog wel eens een gokje zou kunnen wagen om iemand voor P te rijden. Ja, ik denk dat je het zo moet zien ook, want de andere teams denken volgens mij als volgt. McLaren roept dat ze de betrouwbaarheid onder controle hebben. Op het moment dat McLaren zijn eigen spel kan spelen, kunnen ze iets onder hun maximum gaan rijden. In principe is 1 stop sneller, maar als wij nou eens door een 2-stop strategie te kiezen die gasten vanaf het begin kunnen opjagen, dan jagen we ze misschien wel, even oneerbiedig gezegd, de dood in. Oftewel, dat die betrouwbaarheid het daardoor net niet redt, omdat ze harder moeten gaan dan ze wellicht zouden willen. En dat is denk ik de tactiek die door de rest, en de rest is in dit geval, denk even Jordan, Ferrari, Stewart, laten we het daarop houden, wordt ingezet. Ja. Dus, en zeker door Stewart. Dat is het enige team waarvan ik eigenlijk zeker weet dat ze 2 keer stoppen. Om de dood eenvoudige reden dat ik vanochtend binnenkwam en een van de engineers bij me kwam zitten en zei, Allard, kun je alsjeblieft die Herbert eventjes gaan vertellen dat we 2 keer moeten stoppen, want hij wil graag 1 keer, maar wij denken dat het 2 keer is. En kun jij niet even aan onze kant komen staan? Je mag er terug in de pits, rechts het benzineklepje keurig open. Druk, radioverkeer. Op het moment dat ze binnenkomen beginnen ze te praten. Ferrari is een van de weinige teams die een systeem in de auto heeft zitten wat niet push-to-talk is. Hij doet een schakelaartje om en dan hoeft hij niet meer met zijn handen op het stuur te blijven. Heel veel teams hebben nog steeds dat die man op een knopje moet duwen om te praten. Omdat ze bang zijn anders in de wedstrijd, als hij met zijn hand tegenaan komt, dat het ding over open blijft staan. Waar zien we Villeneuve? Want daarom toch maar even in de gaten. 15e en 16e Alex Zanardi, de beide voormalig IndyCar kampioenen of Champ Car Series zoals we het nu noemen. Villeneuve nu naar plaats nummer 13. Op 1,5 seconden en in race trim, moet ik dan ook weer eerlijk zeggen, vind ik niet zo slecht. Maar nogmaals, ik denk dat die race trim hier voor heel veel mensen gelijk is. En kijk eens hoe zacht die auto aan de achterkant is. Opvallend veel vering. Wellicht dat ze gisteren hebben uitgevonden dat er met de klap van Zonta het een en ander in de achterkant heeft gezeten. Maar Villeneuve speelt rare spelletjes. Dit was gisteren ook een moment en die weer zacht te rijden. En dan ging hij zogenaamde gat zoeken of heeft hij hier een groter probleem. Die geen rook. Dat lijkt me niet. Ze hebben wel bij British American Racing erg veel versnellingsbakproblemen gehad de laatste tijd. Eigenlijk vanaf het begin hebben ze al die versnellingsbakproblemen. En misschien is het er nu ook weer één. Bij Ferrari
is een vraagje van Wouter de Ruiter uit Zevenaar. Bij Ferrari, zegt hij, heeft men dit jaar gekozen voor een gewichtsverdeling van 58% voor en 42% achter. Wie is je contact? Ik wil dat ik even weten. Wat zijn hier de voordelen en nadelen van? A, vind ik het heel aardig dat je zegt het is 58 voor en 42 achter. Want volgens mij is het namelijk andersom. Maar dat even terzijde. Wat zijn de voor- en nadelen? Dan moet je eigenlijk heel simpel even dat weer in extreme denken. Als je een 10% gewicht voor hebt en 90% achter, kun je je voorstellen dat die auto achter heel zwaar is. En iets wat heel zwaar is, is moeilijk te controleren op twee wielen. En andersom natuurlijk ook als je 90% voor doet en 10% achter, dan krijg je ook dat die aan de voorkant wat moeilijk van richting te veranderen is. En de achtere kant dus iedere keer de voorkant in wil halen. Nou, wat zoek je dus een balans? En de balans zal ongeveer 50-50 zijn. Een team speelt daarmee. Een team speelt daar in zoverre zelfs mee dat er zijn in zo'n auto vier plaatsen waar je gewicht bij moet zetten om hem op gewicht te brengen. En het kan best zijn dat ze nu tijdens de warm-up er in één keer achter komen van we hebben iets meer gewicht voor nodig. Dan gaat die auto omhoog. Dan schroeven ze onder de versnellingsbak een kilo of drie weg. Dat doen ze gauw onder de neus. En er wordt weer gereden. Dus dat is in wezen waar je een gewichtsverdeling voor gebruikt. Ga ervan uit dat de zware kant altijd wat moeilijk van richting te veranderen is. Teams controleren dat overigens door misschien wel iets wat simpeler is. Simpeler lijkt dan het is. Maar misschien eigenlijk gewoon ook wel simpel is. Ze zitten die auto namelijk gewoon op weegschalen. Vier weegschalen. Onder ieder wiel een weegschaal. Dat is een computerprogrammaatje. Ze rekenen diagonaal uit. En ze rekenen voor en achteruit. En dan kun je precies zien wat er gebeurt. Vaak doen ze dat dan met een monteur die heel dicht bij het gewicht van de coureur is in de auto. En soms gaat de coureur er ook wel eens even voor zitten. Maar dat zijn dingen die toch in de basis meestal op de fabriek gebeuren. Hier op het circuit zelf zie je het bijna niet gebeuren. Omdat ze, ja, die auto, ze weten het. Dat doen ze tijdens testen relatief veel. Marcello op plaats 4 op dit moment. Op een halve seconde. Hakkinen heeft die eerste positie teruggenomen. Heeft dat duidelijk kunnen zien. 18-4. Ja, dit zal ze bij McLaren zeker niet het gevoel geven van oké, guys, it's in the pocket. Absoluutjes niet. En dus denk ik dat we nog 8 minuten en 3 seconden te gaan hebben in deze warm-up. Denk ik dat we misschien zo direct wel eens ineens iets zullen zien waarvan McLaren misschien gaat proberen om de rest het zand in de ogen te strooien. Ik kan me voorstellen nu dat ze bij McLaren gaan zeggen, jongens, we moeten ze niet het gevoel geven dat ze ons hebben. Weet je wat, haal er maar een berg benzine uit. Zet hem maar eens een beetje zoals hij gisteren in de kwalificatie stond. En dan gaan we nu gewoon eens even een sprong maken van 5 of 6 tienden. Maar ik denk niet dat het zo werkt, want de rest weet ook, hè, het gemiddelde aan de ronde wat ze gereden hebben zit zo op 10, 11 rondjes. Ik denk dat dit het is. Ik denk dat wat we nu hebben een duidelijk beeld is van wat realistisch is in de wedstrijd. Ook met deze temperaturen, want we hebben deze temperaturen nog niet gehad. Nee, absoluut. En ook 2 tienden tussen Hakkinen en Coulthard is een gat wat ook, denk ik, tussen Coulthard en Schumacher en Hakkinen, dus de McLaren's en Ferrari, is een gat wat ik denk ik ook wel zie als redelijk reëel in de zin van 1 stop en 2 stoppen. Als je kijkt, 16e tussen Hakkinen en Barrichello. Dan denk ik, ja, Barrichello 2 keer stoppen, Hakkinen 1 keer stoppen, dan moet hij ook dat gat hebben, want anders zou het veel groter zijn. Het gat tussen Herbert en Barrichello is 16e. En dan denk ik dat die Johnny Herbert toch weer van plan is om 1 keer te gaan stoppen vanaf die 10e plek. Dus Panis ziet u hier op plaats 7 staan onder in uw beeld, springt zojuist naar plaats 4 op 14e. Ja, Panis heeft overigens hetzelfde probleem. Prost heeft eigenlijk hetzelfde probleem, het hele team. Als David Coulthard heeft, als ook een Herbert en Villeneuve en vooral een Alessandro Zanardi heeft. Dat ze eigenlijk nog veel te weinig in kwalificatietrim gereden hebben. Die auto's doen het allemaal erg goed als je een race setup aan het zoeken bent. Maar de kwalificatietrim en ook natuurlijk de rijder die dan even zijn bovenkamer in kwalificatietrim moet zetten. Ja, die werken nog niet helemaal zoals het zou moeten werken. En daarom zie je dan ook dat het tijdens een warm-up wat dichter bij elkaar zit en in één keer dat rijders weer wat verder naar voren zitten dan als wij tijdens de kwalificatie zitten. Want dan moet je het in één rondje doen. En Hakkinen en een Schumacher zijn absolute sterren. Overigens ook Rubens Barrichello kan daar aardig wat van.
Stand 1 Hakkinen, 2 Coulthard, 3 Schumacher, 4 Panis, 5 Barrichello, 6 Frentzen, 7 Irvine, 8 Villeneuve nu. Ja, de wet van Murphy, hè. We zitten de man net nog gewoon even de grond in te trappen met die auto. We zijn nu op 17e. Maar als we de tijd nemen, 19-2, dan denk ik dat hij nu ook weer wat probeert te bewijzen. Als je ziet waar die... Staat er geen tijd bij. Nee, zijn officiële kwalificatietijd was gisteren denk ik ook ongeveer 19-2. Ja. Dus ik denk dat ze weten dat ze achteraan moeten starten. Dat ze nu gewoon aan het doortesten zijn. Kijken wat er nog in de auto zat. 19-3 was het gisteren zelfs. Dus hij is een tiende sneller nu dan hij in zijn kwalificatie was. Dat betekent dat hij zichzelf gewoon het licht uit de ogen aan het rijden is. En dat die auto zeker niet 40 of 50 kilo zwaarder is dan die gisteren in de kwalificatie was. Nog iets minder dan 5 minuten te gaan. Dan zien we het team van Benetton met z'n allen naar de monitoren kijken. En ja, waar staan die jongens op het ogenblik? Toch een eindje. 15e Fisichella en 19e Woerts. En dat is toch weer heel erg ver naar achter. We hebben ze het hele weekend niet gezien. Hoewel nou in één keer Fisichella een goede tussentijd gaat rijden. Maar het hele weekend niet, behalve in de kwalificatie. En misschien bewaren ze nu ook alles weer voor het eind. Villeneuve naar binnen. 4 minuten 12 nog op de klok op dit moment. Mika Hakkinen in beeld. En Hakkinen die een sprong gemaakt heeft, zoals je het kunnen zien, is ineens 17 los. Rijdt 17-7. Ja. Ja, ik blijf het roepen. Het is niks anders dan de boel mentaal een beetje proberen op te schudden. En jezelf groter maken dan je bent. Het zou mij hoogstelijk verbazen als deze heer in de wedstrijd straks ook 17e tot een seconde per rondje zou kunnen pakken. Kijk, als je kijkt even Coulthard, die nu ook aan het gas geven is, die had een 18-4 staan. Dat is zo'n 17e langzamer. Misschien ook alweer ongeveer het verschil tussen 1 en 2 stops qua brandstof. Dat de tijd was die voor 2 stops staat en dat ze nu de 1 stop staat. En nu de tijd voor 2 stops op dit ogenblik aan het bekijken zijn. Het verschil is volgens mij 20 seconden aan rondetijd. Dat je harder gaat als je, 40 seconden, dat je harder gaat als je 2 keer stopt dan als je 1 keer stopt. Die win je sowieso. Alleen je moet natuurlijk een keer extra stoppen en een keer extra de pits in en een keer extra de pits uit. En je hebt een in- en een outlap waar je ook altijd ietsje verliest. Coulthard ook weer P2, 3100ste het verschil. Geeft binnen het team in ieder geval aan dat hij de snelheid van Hakkinen kan volgen, heeft verklaard. Na afloop van alles wat hij dit weekend tot op heden gereden heeft. Dat hij tevreden is over de snelheid die hij heeft. Dat de foutjes die hij maakte in zichzelf zitten en niet in de auto. 2 minuten 40 op de klok. Wow. Zie je hoe hard ze daar moeten remmen. U ziet zelfs dat er gewoon een bordje staat, hè, met 120. Dat punt lag eerder verder. En toen vonden de coureurs het te gevaarlijk. Ze zeiden, ja, als we dan ons verremmen, dan schieten we bovenop een muur. Wat doen ze bij Ferrari? Dat is even de vraag. Is het einde training met 220 te gaan? Of gaat hij zo nog een keer naar buiten? Hij heeft het meer gedaan, hè? Stoppen en weer naar buiten rijden. Zelfs ook drive-thrus hebben we gezien. Alsof hij even zwaaide. En het heeft allemaal te maken met even timen. Want je kan namelijk op het moment dat je dan remt en op de limiter gaat en gewoon de pit voorbij rijdt en aan het einde de limiter weer loslaat en dan gewoon de baan erop rijdt, dan weet je dus hoe lang je daarover doet. Terwijl Coulthard wederom een keer zijn rempunt mist aan tijdens de eerste bocht. Kun je uitrekenen gewoon hoe lang je daarover doet en dan weet je wat beter ook voor de computer of je 1 of 2 keer moet stoppen. De top 3 eigenlijk ongewijzigd, dan de Panis die daar verrassend staat. Barrichello 5, een 6e plek voor Frentzen op dit ogenblik en dat vind ik wel weer goed. 7 Eddie Irvine. Eddie Irvine ook onderdeel van de pitspost in de zin dat iemand vraagt, ja, is hij nou een Ier of is hij nou een Brit? Het is een lang verhaal, maar uiteindelijk is hij een Brit. En als we kijken, daar zien we Fisichella op een 13e plaats. Zanardi 17, Woerts 18. Ja, De La Rosa doet het dan weer aardig. Ook Alesi zegt 14e. Coulthard zoekt een gat. Niet in de cockpit, ik denk dat hij naar beneden kijkt. Maar zo kijkt hij in zijn spiegel of er niet iemand vol achter hem aankomt. Is aan het mikken dat hij ultra laat over die streep komt. Zodat hij als laatste nu een poging kan doen. Barrichello gaat nog naar buiten, dus die verwacht ik ook nog wel even terug. Alhoewel, dat rondje maakt hij niet meer, denk ik. Ligt eraan hoe lang die al weg is.
Wat ik ook opvallend vind is positie 17 van Pedro de la Rosa. Sneller dan Woerts, niet verkeerd. Doet hij goed. Vlak achter Trulli. Vlak achter Alesi. Alesi 15e. En Alesi krijgt hem hier behoorlijk op de neus van Dinis. Dinis op plaats nummer 11. Hakkinen die nog even een tandje erbij zet. Dat gat nog groter probeert te maken. Maar ik weet niet of dit wel exact de race trim is waarin hij straks al die ronden zal kunnen gaan afleggen. Kijk, 9000ste. Waar praat je over? 13 seconden officieel nog in deze training. De warm-up moeten we het eigenlijk noemen. Maar ik denk dat veel coureurs en teams het toch als training gezien hebben. Omdat ze gisteren 35 minuten gemist hebben. Dan denk je, ja, wat kan je daar dan in doen? Ja, 2 of 3 runs met dat ding uitproberen. Slijtage, vier, Schumacher, die nog altijd die remproblemen voor heeft. Maar nog steeds roept dat hij er eigenlijk niet zo'n last van heeft. Dit is het lastigste punt voor hem op het circuit. Bult waar hij de laatste dagen veel last van gehad heeft. En daar is de vlag eruit. Doet Coulthard nog wat? Nee. Kan Barrichello nog wat? We moeten even kijken wie de vlag heeft. Barrichello heeft de vlag. Dinis is de laatste die een tijd zou kunnen zetten. Als we heel even kijken naar Zanardi, die staat dan 14 op dit ogenblik overigens. Maar inmiddels staat hij nog maar 3/10 achter Ralf Schumacher, die 10e staat. Dus de 14e plek zou dan wel weer slecht zijn. En dat is het ook natuurlijk. Alleen, ja, als je het dan even met zijn teamgenoot vergelijkt, dan heeft natuurlijk het team van Williams F1 een schaarlijk probleem. Mooi, altijd koppen van de monteurs, mannen die vannacht weer weinig geslapen hebben. Het was iets na de klok van 1 dat de McLaren-monteurs terugkwamen in het hotel. Die zijn vanochtend lokaal, toch zo rond de klok van 5:45 weer vertrokken. Iets wordt daar naartoe wel overgelaten. Zo'n weekend eens even doorhalen. En dan in het vliegtuig gaan de mannen compleet knock-out terug naar Engeland. Alessandro Zanardi verbetert zich nog. En zet zich op plaats nummer 11. 2/10 achter Ralf Schumacher. Dat geeft de burger moed. En zo ook deze Zanardi, die ook dit weekend hier weer heel veel, ja, zeg maar, shit over zich heen gehad heeft. Want zo is het. De dingen die daar stuk gaan aan die auto. Het lijkt alsof er een spook rondwaart in zijn voituur. Maar het zit hem niet echt mee. En zie je, als hij dan een keer een probleemloze training heeft, of een probleemloze warm-up in dit geval, hij kan wat rondjes rijden. Heeft er 14 bij elkaar gereden. Dat zo'n jongen gewoon toch, ja, loskomt is misschien wat overdreven, maar dat hij eigenlijk even kan laten zien dat het niet wat dat betreft aan hem ligt. Hij is niet roestig, hij heeft geen moeite, want volgens mij nou, die jongen die geeft nog net zoveel gas in een Formule 1 auto als dat hij ooit in een kart gedaan heeft bij de IndyCars. Alleen ja, het komt er nog even niet echt uit, het ontvouwt zich niet uit zijn auto. Schumacher is binnen, de rest van de teams gaan binnen rollen. En dat betekent dat deze warm-up eigenlijk zonder incidenten is verlopen. En dat is eigenlijk altijd prettig. De mooiste warm-ups vind ik nog altijd een regenwarm-up. Dan gebeuren er dingen, dan tert iedereen van de baan. Die auto is toch al anders. Zo stoffig is het daar, u ziet het. Zo'n droge warm-up is een goede aanwijzing voor wat je kunt verwachten in de race. Coulthard, wederom moet hij genoegen nemen met positie nummer 2. Als je praat over 400ste van een seconde. Ja, het is langzamer, maar niet heel veel. Schumacher klaar naar zijn auto. Heren gaan nu vaak nog eventjes bepraten of er nog veranderingen zijn die ze aan de auto gedaan willen hebben om daarna door te gaan. Goed, de uitslag van deze warm-up zit er aan te komen. En daar is hij met Mika Hakkinen op plaats nummer 1. Plaats nummer 2 is er voor David Coulthard. Derde plaats voor Michael Schumacher. Panis, Barrichello, Frentzen Hill, Irvine, Villeneuve, Ralf Schumacher. Zanardi, helemaal rechts ziet u de gemiddelde snelheden. Zanardi, Dinis, Herbert, Fisichella, Alesi, Trulli, De La Rosa, Wurts, Takagi en Sarrazin. En dan hebben we nog op de volgende pagina helemaal, ja, bijna zielig en alleen staan. Mark, nee, niet Chené. Oh nee, Zonta, er is geen volgende pagina, want Zonta is er niet. Even buiten de wet gerekend. Hakkinen neemt het door. Hij gaat kijken wat hij moet doen om de snelste te zijn in de wedstrijd hier vandaag op het circuit José Carlos Paatje in Sao Paulo. Hij is degene die vanaf pole position mag gaan vertrekken. Zijn tweede pole achtereenvolgend van het seizoen 1999. De druk staat op de schouders. De druk is er gezet door Schumacher.
die samen met Rubens Barrichello vanaf de tweede rij mag gaan aanvangen. Nu is het wachten op wat er komen gaat. Problemen die er zijn nog even oplossen. Andere problemen weet je niet of ze gaan komen. En het weer lijkt hier gewoon oké te zijn. Er is geen dreiging van regen. Alhoewel als het zo warm blijft kan het altijd gebeuren dat er toch plots een onweersbuitje uit de lucht komt vallen. Dit was het voor nu voor wat betreft de warm-up vanuit São Paulo. Dank voor uw aandacht. U bent weer terug in de RTL 4 Formule 1-studio in Hilversum. Helemaal nieuw in de Formule 1-kalender is dit jaar de Grand Prix van Maleisië op 17 oktober. Hoe dat circuit eruit ziet, zien we in een korte bijdrage van onze collega's van de Maleisische televisie. This circuit is 5.5 kilometers long. There are about 14 bends within the circuit and two very long straights where speeds can reach in excess of 300 kilometers an hour. But most importantly, this is the widest racing circuit for Formula One that is perhaps to be found anywhere. And certainly this will give a lot of opportunity all over the tracks where overtaking can happen. And certainly, drivers must be very strategic in their approach towards managing themselves on the course. Otherwise, they will find themselves over. I already knew Sepang had the best facilities and it was going to be a fantastic circuit. And if you look around, the facilities are top class. The logistics here is going to be great. But I was a bit skeptical on it turning out to be just another Formula One circuit, which might not be very interesting to drive. But now having just been around it, I've been very pleasantly surprised. The circuit has actually turned out to be very good. There have been some really interesting sweeping corners around the back, which should make it nice and fairly challenging for the drivers who come here. Motorsports is a big tourism industry event. And it is also a big media event. And we hope through motorsports we will be able to project to the world the state of the art that we have achieved in Malaysia. Now. U heeft het ondertussen begrepen, als u naar RTL 5 kijkt, ook u hartelijk welkom. Al is het maar kort, want over ongeveer 2,5 minuut dan verlaat u deze studio weer om te kunnen kijken naar de sponsor bingo. Om 7 uur zijn we dan weer parallel met hier op RTL 4, ook op 5 terug met start en race in Brazilië. In de studio praten we met een man die wel het grootste racetalent van ons land wordt genoemd, Christian Albers. Welkom. Dank u wel. Jij bent begonnen in de karten, we hebben het net gezien. Wat maakt karten zo belangrijk voor een coureur? Voor een coureur maakt het erg belangrijk, vooral voor de ervaring. Ja. De snelheid al, het gevoel voor de snelheid al een beetje proeven. Ja. Ja, het helpt vooral met correctie met auto's als je in de autosport verder gaat. Ja, je hoort het van iedereen, hè? Als je gekart hebt, dan kun je ook sneller door. Ja. Ja. Hoe oud ben jij? Ik ben nu 19 jaar. Wanneer ben je begonnen te racen? Ik ben vrij laat begonnen. Ik was 17 jaar toen ik begon. Meestal beginnen de meeste coureurtjes eigenlijk al vanaf 9 jaar. Ja. Bij mij is eigenlijk in vrij korte periode heel erg snel gegaan. En heel erg goed. Ja. Je zegt het is snel en goed gegaan. Vertel eens even, waar ben je in begonnen? Ik ben begonnen in een kart, in de Honderdse Zee. Vanaf Honderdse Zee ben ik Nederlands kampioen geworden. Daarna heb ik Formule Ford gedaan. Ja. 1800 CTEC, daar ben ik Nederlands en Benelux kampioen in geworden. Ook meteen in het eerste seizoen? Eerste seizoen, ja. En daarna ben ik uitgeroepen voor Nederlands jongste talent. Ja. Heb ik een award voor gekregen. En daarna ben ik Formule 3 gaan rijden met Van Amersfoort Racing. Ja. Heb ik het Duits Formule 3 kampioenschap gedaan. En heb ik daarmee twee wedstrijden gewonnen. Twee keer tweede en drie keer derde.
Oké, okay, nou, voordat ik zometeen jou nog een vraag stel. De kijkers op 5, ik heb het gezegd, wij nemen nu afscheid van u. Om 7 uur bent u weer terug, want u gaat nu kijken naar de sponsor bingo op RTL 5. We gaan hier op 4 nog even snel door met Christian Albert. Christian, je rijdt nu in Duitsland? Ja. Nederlands team? Nee. Een Duits team? Duits team, ja. Vertel. Ik rijd dit jaar... Formule Opel, hè? Nee. Ik rijd dit jaar Formule 3. Oh, Formule 3? Formule 3. Dat is zeg maar nog, ik heb nog eigenlijk 2 klassen te gaan in de Formule 1. Het is eigenlijk nog, daarna heb je Formule 3000 en daarna heb je Formule 1. Yeah. Ik rijd het Duits Formule 3 kampioenschap, waarbij ik daarnaast ook de Mobile Masters rijd hier in Nederland. En daarnaast rijd ik ook nog in Macau, dat is de Grand Prix. Ja, dat is de grote wedstrijd waar Tom Coronel een klein foutje maakte. En iedereen dacht dat hij hem zou winnen, maar dat ging niet door. Dat klopt, ja. Wat zijn nou jouw doelstellingen? Nou, mijn doel is om in de Formule 1 te komen. En ja, iedereen weet gewoon, voor Nederland is het heel erg moeilijk om daar te komen. En moeten wij echt de vuist eronder zetten. Ja. Maar ja, het streven is gewoon naar de Formule 1. Formule 1, dat is het streven. Ja. Goed. Straks gaan we kijken naar de Grand Prix van Brazilië. Wat zijn jouw verwachtingen? Mijn verwachting is dat de McLaren stuk gaan. En dat Ferrari of Barrichello misschien wel een goede kans maken. Ja, ja. Hoop je dat of denk je dat? Ik hoop het. Oké, okay, dankjewel. Heel veel succes met je eigen carrière. Dankjewel. Nou, voor we zometeen naar de race kijken, hebben we, zoals u dat van ons gewend bent, dames en heren, een uitgebreide voorbeschouwing met alle nieuwtjes, interviews en natuurlijk de prijsvraag en de pitspost met uw vragen. Hier zijn Allard Kalf en Olaf Mol. Goedemiddag, hartelijk welkom hier vanuit de pitstraat van het circuit. José Carlos Pache hier in São Paulo, Brazilië. Voor de teams was het een beetje wennen, want ja, 5 weken tussen de eerste Grand Prix van het jaar en deze is toch wel een lang gat. Er is veel getest. Belangrijke vraag voor dit weekend is, heeft McLaren de betrouwbaarheid terug? En hoe dichtbij is de rest gekomen? Hebben ze het gat kunnen dichten? Want ondanks het feit dat de McLaren niet gescoord hebben in de eerste wedstrijd, waren ze gewoon de snelste. Is dat vandaag hier in Brazilië ook nog zo? Antwoorden krijgt u in het komende uur van deze voorbeschouwing. We beginnen traditiegetrouw met de vrije training van de vrijdag. Normaal gesproken is het circuit altijd vrij stoffig. Er wordt niet veel gereisd, maar het regende en dus was er geen stof. Wel direct problemen voor Alessandro Zanardi. Net als in Melbourne valt hij eigenlijk na 1 rondje al stil, maar stond hij lange tijd binnen. Ook problemen voor Michael Schumacher. Er valt een wielbout van zijn Ferrari. Er was het een en ander verbouwd op het circuit. De pit-ingang is anders, maar ook de pit-uitgang is anders. En Heinz-Harald Frenzen laat zien dat mocht je een foutje maken op de baan, je zomaar ineens in de pit-uitgang terecht kunt komen. Want die weg aan de rechterkant, deze B-route die Heinz-Harald Frenzen nu neemt, is inderdaad de nieuwe lange versie van de uitgang van de pitstraat. En ze komen eigenlijk pas halverwege het rechte stuk. Als je een pitstop gemaakt hebt, komen de coureurs pas weer terug. Eerste deel van de vrije training op die vrijdag dus nat. Het tweede deel gelukkig voor de toeschouwers droog. 'S Ochtends in die nattigheid was Ralf Schumacher de snelste geweest en dus had hij reden tot lachen. Bij McLaren was dat nog niet helemaal zo, want ja, ze hadden natuurlijk wel hard gewerkt en veel getest. Maar die betrouwbaarheid, dat was nog allerminst zeker of dat wel goed zou zitten. Veel werd er verwacht van Rubens Barrichello en hij zet dan ook 's middags als een van de eerste een tijd neer. Hij heeft goed gevoel en liet aan de thuisfans zien dat hij er duidelijk zin in had. Later is het dan Heinz-Harald Frenzen die er onderdoor duikt. En wat kan Schumacher nou? U ziet het, hij heeft grote problemen met de wegligging van zijn Ferrari. Meerdere malen schoof hij bijna van de baan. Hier zien we dan Alessandro Zanardi die in de middag dan wel wat rondjes rijdt. Maar echt trots kan hij er niet op zijn. Hij eindigt de dag op positie nummer 16 en dat deed pijn. Leider in de stand van het wereldkampioenschap dan, Eddie Irvine, gooit een tijd neer die tot op dat moment de snelste is.
maar die hem uiteindelijk plaats 4 oplevert. Dit is Olivier Panis. Hij spint en lost dat op de volgende spectaculaire wijze op. Vol het gas erop. Echt goed voor je achterbanden is het echter niet. Maar de heren hebben wat dat betreft geen enkel probleem met de banden. Want de grip is hier op dit circuit voldoende. Dan nog een probleempje bij Jordan. 'S Ochtends bij Francis, middags bij Hill. Een kapotte olieleiding en dus een geplofte motor. Schumacher heeft dan wel weer een afstelling gevonden die redelijk schijnt te werken. En pakt met, het is niet veel, 86-honderdste de snelste tijd. Maar het antwoord kwam absoluut. En het antwoord kwam weer keihard. Eerst is het Coulthard hier met 2/10 onderduikt. Daarna hamert Mika Hakkinen nogmaals op het feit dat ze de snelste zijn. Hakkinen pakt hem nog een keer met 4/10. En dus is het gat met Schumacher 17e, waaruit zou blijken dat McLaren en Ron Dennis dus duidelijk een seconde verloren hebben in het gat wat ze hadden in Melbourne. Want dat was 1,7 seconden. Hier dan Rubens Barrichello, die de dag wat teleurstellend eindigt. 's Ochtends was hij er wel lekker snel bij. 'S Middags moet hij genoegen nemen met plaats nummer 6, vlak achter Giancarlo Fisichella. Kreiner Bastiaan vol goede moed voor de kwalificatietraining. Aan het einde begon het weer te regenen. En dit was dan het rijtje 195,8 km per uur. De snelste gemiddelde ronde van Mika Hakkinen. 2 Coulthard, dan Schumacher, Irvine, Fisichella. En u ziet het, Trulli heel mooi samen met Olivier Panis in de beide Prosts in de top 10. Tegenvallend in zekere zin, Alesi, Herbert. Helemaal onderaan ziet u de naam van Sarrazin staan. Hij komt zo direct in de nieuwtjes nog aan bod. En de laatste twee plaatsen voor twee ex-wereldkampioenen. Damon Hill en Jacques Villeneuve. Beide met grote problemen. Hill met die opgeblazen motor en Villeneuve met problemen met zijn benzinetank. We praten met Damon Hill, die eigenlijk nog even doorkrijgt wat nou de officiële reden was. I've just been told it's an oil system problem. An oil system problem which apparently has destroyed the engine. So I didn't get a lap in. Same story as Australia in a way. I mean, it's not going very well. No, I mean, I'm losing out on laps anyway. Yes. But we should be all right. I mean, I know the circuit, but it would have been nice to got that hour session. I mean, the same thing happened to Heinz Harald, so we both suffered. But at least he got in about sort of 20 laps or so in the dry, which I haven't done a single lap in the dry here yet. No. Well, let's hope for your sake it's wet then tomorrow. I hope it's something. I don't know what, you know. If the car moves, then I've got a better chance. Al dus een goed geluimde Damon Hill. Kijken hoe de pet staat van die andere Brit, zijn naam Eddie Irvine. Good afternoon. You're still not comfortable in the car then? No, I made a new seat. Because the circuit goes the other way. So you... you need a different car setup and a different seat setup. So I'm working on a new seat setup. How was today? Well, apart from the weather, it went reasonably good. The car felt pretty good straight away. It was maybe a bit too low, but it's reasonably well balanced. I think we've pulled away maybe from the rest and got a bit closer to McLaren, but there's still a gap to McLaren. Yeah, it took a big effort to close this gap between Australia and now. Is that effort going to continue all through the year? Oh, for sure, it has to, you know. We're not going to sit back and say, right, McLaren, there you go, take the championship. But, you know, this step we had sort of before Melbourne, but wasn't quite ready. With another step for Imola, and after that, I'm not sure what the story is, but Imola's where we should have a better vision of what's going on for the year. You're leading the world championship. Do people treat you differently now or not? Yeah, you get a bit more attention, people listen to you a bit more, which can be dangerous, because I talk a lot of rubbish sometimes. it's nice and it's not. Vervolgens David Coulthard, die voor de verandering een keer niet de snelste was op vrijdag. Yeah, you never know. It's obviously important to be quickest tomorrow and then ultimately on Sunday, but I had a reasonably trouble-free wet run in the morning, and then I went out and fell off on the first lap in the dry because I had still too much brake balance to the rear and locked up the rear axle. But managed to get away without too much damage, and my one run I was reasonably happy, so I think I'm in the right area. Yeah. In the right area, that's where you want to be. You want to be ahead of the Ferraris. They're close to gap with the massive testing effort, which I'm sure they can't continue like that all year. So the gap's still there. Yeah, I think, again, it's very difficult to know. You know, we're running
quite a bit of fuel, so tomorrow we'd expect to be quite a lot quicker. I'm sure they have some fuel on board, so it's a lot of guesswork today. Tomorrow, 1 o'clock, then you'll get an idea, because everyone is running the car as fast as they can. So it's better just to say today was today, and let's tomorrow will be when we find out for sure. See you tomorrow then. Dan gaan we naar Jarno Trulli, tevreden man. Jarno, the step with Australia is huge, but in testing it was okay already. Yes, I'm happy about today. We were quick on wet condition and in dry condition. Fortunately, I had some little trouble during the end of the dry session, but in the end we were seventh, and I'm quite confident for tomorrow. The team is working well, so I hope to be under the first eight. It must be much more fun driving a Formula One car that's properly handling properly. Yes, it's more fun, and you know, you enjoy it because you can fight. You can fight with the top 10. So you sometimes you can fight for 1/10. Last year you were fighting for 1/10 when you were 1 second or a few seconds far away. Yes. So it's much better. It gives better moral to everybody. Everybody in the team are in a really good mood. So everything is better. Good luck. Tenslotte de Spanjaard Marc Gené, hij heeft wat getest tussendoor. Heeft dat geholpen? Yeah, it's true. It's an advantage because I managed to do three days testing and maybe 800 kilometers. And I have to say that now I am a lot more at ease with the car and more confident with the car than in Australia, a lot more. And also I know what Friday it's going to be, like Saturday, because I've done a Grand Prix already. So it's true. Although I'm not still 100%, but I've improved quite a lot from Australia, myself and the car. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. We beginnen het nieuws uit de pitstraat met het nieuws dat de mannen van Bridgestone ervoor gezorgd hebben dat er dit jaar nog maar 4 verschillende compounds zijn. Hard, medium, soft en extra soft. De wedstrijd hier in Brazilië hebben ze meegenomen medium en soft. En daar mogen de teams dan uit kiezen. Natuurlijk zijn er ook de dikke hoeveelheden regenbanden. Ook die zijn dit jaar overigens gelimiteerd. We komen aan bij het team van British American Racing en zien dat ze daar de voorkant van de auto veranderd hebben. Dit om de FIA een beetje tegemoet te komen. Ze vonden het niet mooi en die zilveren plaat zat er eerst niet. Aan de zijkant van de auto zien we 2 luchtflessen. De een voor het schakelen, de andere voor de pneumatische kleppen. We zien tevens dat ze hetzelfde systeem hebben in de auto als McLaren vorig jaar had. 3 horizontale stangen, dat wil zeggen de stuurstang in het midden. Dan komen we bij het team van Minardi. Vorige week brak Luca Badoer zijn hand. De man rechts is Stéphane Sarrazin. Hij is testrijder van Alain Prost. Dat is de man links overigens. En hij mag van Prost deze wedstrijd Luca Badoer vervangen. Tevens bij Minardi nieuw grote bargeboards die de luchtstroom aan de zijkant moeten bevorderen. Daarmee maken ze een stap in de richting voorwaarts. Ze hebben ook een andere voorvleugel. Boven zat hij niet. Onder zit een prachtige veen, zoals ze het noemen. Die is er weer om de luchtlaag langs het voorwiel te sturen. En de auto in de langzame bochten een betere turn-in, een beter insturen te geven. Het team van Prost heeft wat veranderingen voor wat betreft de koeling. Dit zijn een soort extra, ja, luchthappers zijn het niet. Warmteafvoerders die aan de achterkant van het bodywork uitkomen. Daar is dat gat. Maar waar zitten ze dan? Ze zitten aan de onderkant van de radiateuren. Het onderste deel, dat brede deel, daar is wat extra ruimte gekomen. En daar moet dan die hitte afgevoerd gaan worden. Ze hadden daar gewoon een probleempje mee. Prost heeft 2 verschillende neuzen bij zich. Kijk maar, dat gedeelte daar is ongeveer 1 centimeter of 8 breed. Als we dat dan naar boven brengen, dan zien we dat daar nog een randje bij zit. Ook dat is voor die langzame bochten, waarvan er hier in Sao Paulo een stuk of 4-5 zijn. Dan het team van Stewart. Geruchten gaan dat Paul Stewart en vader Jackie het team willen verkopen. En dat ze in het jaar 2001 met het merk Jaguar gaan rijden. Ford heeft overigens wel weer een nieuwe motor voor ze meegebracht hier, waarbij de betrouwbaarheid beter moet zijn. Daar de teambaas Jackie Stewart, die overigens ontkend heeft dat hij zijn team zou willen gaan verkopen. Aanbeland bij het team van Arrows, die een nieuwe sponsor hebben, Virgin Records. Men fluistert dat het niet met geld te maken heeft, maar dat ze daarmee naar de beurs willen om het team meer aanzien te geven. Ja, dat is een hele kleine aerodynamische verandering. Er is een opstaand randje bovenop de sidepods gekomen. En dat is om de lucht die daarachter zit te versnellen en dat heeft ook met de koeling te maken. De voorvleugels zijn nieuw. Er zit een dik randje aan de voorkant. Het achtergedeelte daar is smaller. Dat helpt om de lucht daar weer te versnellen. Dat is hetzelfde effect eigenlijk aan in het midden. Die, ja, bult die er zit, daar kan de lucht dan sneller weg. En dan wordt die in wezen naar beneden gezogen. We komen aan bij het team van Sauber en de Zwitsers hebben een behoorlijk remprobleem gehad in Melbourne.
Daarom hebben ze deze nieuwe brake ducts, zoals ze heten. Een randje uitgesneden, een randje aan de buitenkant en een randje aan de binnenkant. En dat brengt dan de lucht naar die remklauwen. Ook achter zitten ze daar nog een beetje mee. Anders hebben ze zelfs drie. De zwart is normaal en die twee zilveren hebben ook hun eigen luchthapsysteem. En dat wordt allemaal op die remmen geblazen. Links zien we dan nog die witte pijp, dat is de uitlaat. Die zit eigenlijk verrassend hoog hier. Daarom hebben ze bij de achterwielophanging daar bovenaan een stukje extra beschermend materiaal moeten maken, zodat niet die hete lucht dat stukje achterwielophanging zou doen smelten. Team van Benetton heeft bekendgemaakt dat ze niet blij zijn met de heren van Supertech. De motoren zijn te duur en ze hebben te weinig vermogen. Ze worden ontworpen door Renault, gemaakt door Mechachrome en verkocht door Supertech, en dat is Flavio Briatore. Ook de teams van Williams en BAR zijn ontevreden. Wel hebben ze een verbeterde versnellingsbak meegenomen, en dat is dan de heren van Benetton zelf en niet die van Supertech. Team van Jordan, ook daar weer wat veranderingen. Dit is de nieuwe verstelbare voorvleugel. Klikje voor klikje kan dat veranderd worden. Aan de zijkant zit het. Gaat iedere keer met een millimeter, en ook dat is natuurlijk voor die langzame bocht hier de exacte hoeveelheid druk wil je hebben. Ze hebben een nieuw achterbodywork wat ronder en boller is. Ze hebben een verandering aan de achtervleugel aangebracht. Een dubbele laag onderin. Dan komen we bij Williams Grand Prix Engineering, zoals het heette. Nee, het heet nu Williams F1. En dus is dat de verandering daar. Vroeger werden de wagens gewoon gemaakt onder de naam Williams Grand Prix Engineering Limited, zoals je hier kunt zien. De verandering die ze daar hebben, die bargeboard, daar waar die kangaroo op staat, die zitten wel op de auto van Zanardi, maar niet op de auto van Ralf Schumacher. Waarom? In Melbourne was hij eraf gevallen en Schumacher had geen verschil gemerkt. Dus hij zei, laat maar weg. Dan Ferrari heeft heel veel getest tussendoor. De sfeer was relaxed eigenlijk, heel ontspannen. Grappig bijna, zou je kunnen zeggen. De monteurs hadden er veel zin in. Bij Minardi keken ze nog even wat ze nu bij Ferrari werkelijk veranderd hadden. Ze schijnen aan de achterkant van de auto een flinke verandering gedaan te hebben aan de achterwielophanging. Met name in de langzame bochten veel moet helpen. En er is een nieuwe Venturi, zeg maar die tunnel die u zo'n beetje in het midden onder dat witte lichtje ziet. Dat is om de lucht achter de wagen te versnellen. Verrassend open waren ze bij McLaren. Gesproken dat er daar door Ron Dennis en de zijne aandelen gekocht gaan worden van Formula One Holding. Waarmee Dennis een machtige man gaat worden in de Formule 1. En dit hadden ze op de voorvleugel. Geen nieuwe voorvleugel, nee. Geen beschermhoezen, maar gewoon beschermdozen. Kijk, ze zitten gewoon los. Je kunt ze een beetje optillen. Dit om ervoor te zorgen dat ze niet beschadigd raken. Verder had Mercedes een wederom vernieuwde en krachtiger krachtbron meegenomen. Die ervoor moet zorgen dat Mika Hakkinen weer op pole position staat. En dat Ron Dennis tevreden kan zijn over wat zijn twee pupillen doen. Die kwalificatie zal belangrijk zijn, want daar wordt het bepaald. In Brazilië, en dat zie ik hier op deze monitor, daar is het prachtig weer. Daar loopt de temperatuur en de spanning ondertussen op. Maar voor we rechtstreeks daar naartoe gaan, kijken we eerst naar deel 2 van onze voorbeschouwing. Die begint met uw vragen aan ons team. Dat betekent dus de pitspost. We zijn nu weer aanbeland bij het wekelijkse half uurtje koffietijd, zoals het in de volksmond genoemd wordt. Niets is minder waar. Het gaat gewoon over de pitspost die jullie weer met heel veel naar ons toegestuurd hebben. Op pitspost@rtl5.nl of postbus 22400 1202CH in Hilversum. De eerste die ik behandel is van Dennis Werenskijn. En Dennis komt uit Utrecht. Dennis heeft gezien dat op de auto's een sticker staat met een E en een sticker staat met een N. Die sticker N zit op iedere auto op hetzelfde punt. En betekent dat rescue marshals langs de baan die auto, als die gestrand is, in zijn neutraal kunnen zetten. Allard weet het antwoord op. De E. De E is van? De E is niet van elektriciteit, wat veel mensen denken en wat je in eerste instantie ook zou denken. Maar de E staat voor extinguisher. En dat is de plek dat als je daar op een knopje drukt of aan een hendeltje trekt, maar bij een Formule 1 auto op een knopje drukt, dan gaat de brandblusser af. Artie Boschaert is een oplettende kijker. Die zegt, ja, bij Arrows stonden er bij de rijders het hele weekend op de helmen min 55, nummers, ja, min 54, min 53. Wat was dat nou? Nou, ik heb nieuws voor je. Dit weekend staat er min 20, min 19 en min 18, als ik goed gerekend heb. Op de auto's en teamplanen zie je ook T-minus staan. Dat betekent, over 20 dagen na vandaag, dan gaan ze iets heel groots bekendmaken. Niemand weet wat het is. Ik heb ook geen flauw idee wat het is. Misschien gaan ze onder de beurs of zo, weet jij veel. Het zou natuurlijk ook wel met een sponsor te maken kunnen hebben, maar in ieder geval, dat zijn de getallen. Ja, ik denk dat het met een sponsor te maken heeft, dat ze bekend willen maken en dat ze daardoor een raadseltje oproepen. Iedereen, waar gaat het over? Er wordt over gepraat en dat is natuurlijk erg belangrijk, want daar draait het voor die sponsoren om. Pieter Moens heeft ons gestuurd en die vraagt de lengte van de baan. Hoe wordt die nou exact gemeten?
Want ik kan me voorstellen, als je van buiten naar binnen rijdt, blablabla. De lengte van de baan, de lengte van elk circuit wordt gemeten over de as, over het exacte midden van de baan. En dus zit er in een rondje een verschil. Want bij de ene bocht rij je een wat langere lijn, met een andere bocht rij je een wat kortere lijn, zoals elke coureur dat natuurlijk doet. Ja, je moet natuurlijk wel zo kort mogelijke weg afleggen. Hè? Je hebt een ideale lijn, maar 200 meter omrijden, dat gaat niet helpen hoor. Wat scheelt het per rondje, denk, als je puur de lengte van de baan kijkt, en met, het zal zijn een meter of 4, 5? Ja, niet veel meer. Dus en het is voor iedereen, ja, toch weer voor iedereen hetzelfde, want er is niemand die die exacte lijn in het midden rijdt, omdat die dan wellicht korter of langer zou zijn. En soms is de langere weg misschien wel de snellere. Ja, Leiden, meer wegen naar Rome. Johan Theuwe, die zegt, ja, als een auto in de pitstraat op de toerbegrenzer rijdt, dus de speedlimiter, heeft hij dan komt zijn ding langs. Zo gaat het. Slecht geslapen. Dan, hij zegt, is dan de toerental het enige wat er begrensd wordt, of worden er dan bijvoorbeeld een aantal cilinders uitgeschakeld? Ik vond namelijk een hele leuke vraag, want het toerental wordt begrensd omdat er een aantal cilinders worden uitgeschakeld. Iedere keer als je namelijk boven dat toerental wil komen, dan zegt hij gewoon stopt. En net de cilinder die aan de beurt is om een vonkje te geven, krijgt hem niet. Dus in principe is het een beetje allebei hetzelfde. Elk team heeft datzelfde systeem, maar dat vraag ik me wel eens af. Want ik heb wat verhalen gehoord dat er vroeger waren elektronische manieren om toeren te begrenzen. Zoals het in je huistuin, de keukenauto zou gaan, in de bobine, maar dat werkt hier niet, hè? Nee, het gaat allemaal via de computer en in principe gaat het allemaal gelijk. Dat is geen verschil. Sjaak Overbeek, jij bent aan de beurt, vraagt over de warmte. Zegt terecht, zwart trekt warmte aan en wit niet. Hoe zit het dan met Arrows en met Stewart? Als een auto stilstaat, komt er meer warmte. Heb je helemaal gelijk, Sjaak. Zwart trekt warmte aan. Maar je moet je voorstellen, de temperatuur onder die motorkap, waar ze warmte weer in spul hebben zitten overigens, de temperatuur onder die motorkap is al waanzinnig hoog. Ja. En die 25 of 30 graden zon die dan op dat zwarte bodywork van die Arrows staat te plompen, dat maakt helemaal niks uit. Dat heeft heel weinig verschil. Je zult denken, ja, vorige keer gingen de stewards in de brand, was het daar aan het heet. De warmte onder die kap loopt op, soms tot... Heel veel, boven de 200-300 graden. Dat is echt waanzinnig. We hebben overigens bij de Williams een stukje gezien waar je kunt zien dat het daar heel heet wordt. Er zit namelijk gewoon een schroeiplek aan de buitenkant van het bodywork. Maar Sjaak, het is eigenlijk, dat heeft vrijwel geen invloed. De temperatuur is al heel hoog en er zit natuurlijk een hele grote gaten in het bodywork om die warmte daaronder af te voeren. En de temperatuur die de zon erop loslaat, eigenlijk geen invloed. Wel, goede vraag. Ja, over goede vragen gesproken. Er is iemand die heeft een wetenschap. Dennis Kans. Oh ja, en, over die wielen. Ja, hij zegt, een personenauto stuurt het binnenwiel scherper dan het buitenwiel. En een heel verhaal erachter. En bij hem is opgevallen, even kijken. Dat het buitenwiel meer instuurt. Dat het buitenwiel meer instuurt, ja, bij een Formule 1 auto. En hij heeft een vriend die zegt dat hij gek is. Oh, nou, goed. Helemaal leuk. Dennis' de vriend krijgt gelijk, let op. We gaan een bocht maken. Dit is de tafel. We gaan een hele grote cirkel maken, dus je buitenwiel. En dit kleine cirkeltje moet je dan maken met je binnenwiel. Dus logisch is dat een binnenwiel veel meer moet sturen om dat krappe bochtje te maken. Ja. Als je het heel erg zou overdrijven. Dus in principe, het binnenwiel stuurt altijd meer dan het buitenwiel. Dat zit via het Ackermann-principe, heet dat. Meneer Ackermann die dat ooit uitgedacht heeft. In de stuurkolom, in de hele geometrie van de auto verwerkt. Want het buitenwiel van deze bocht is natuurlijk weer het binnenwiel als je de andere kant op gaat. Dus in wezen is het buitenwiel niet altijd het buitenwiel, dat kan allebei zijn. Het boerenkarprincipe toch? Daar kan je het makkelijkst aan zien. Of zo'n bolderkar. Ja, kan je, een bolderkar heeft nul Ackermann. Die stuurt, als je op het stel bent met je bolderkar, doe het maar eens en meet je er binnen. En dan zul je zien dat het zo werkt. En dan komt omdat hij een gecentreerd punt heeft. De weddenschap heeft hij verloren. Verloren. Rob Verheijden stuurde er eentje weer naar pitspost@rtl5.nl. Rob heeft een vraag over het optrekken van een Formule 1 auto. Hoe snel trekt de Formule 1 auto op van 0 tot 100? Dat is schrikken. Mallach praat er wel eens over met Johnny Herbert, want dat wordt door de coureurs gezien. Checken ze later of ze een goede start gehad hebben of niet. Het antwoord is... rond de 1.8, 2 seconden. 2 seconden is een normale start, 1.8 is een goede. Als je onder de 1.8 komt, dan ga je wel erg hard van start. Primeren start. 1.8 seconden. 0 tot 100, de gemiddelde HTK-auto, de auto waarin we allemaal rijden. 7, 8 seconden van 0 tot 100, dus een keer of wat zo snel. Jij hebt de laatste van Roelof Jonkers uit Gasselternijveen. Weet je niet waar dat ligt? Het altijd gezellige Gasselternijveen. Gek uitvaart. Weet je echt niet waar dat ligt? Nee, echt niet. Ik heb ook geen flauw idee. Nou, maar hij zit in ieder geval grote borden waarop vermeld staat de positie van de coureur, de zogenaamde pitbord. Er staat op hoeveel ronden je nog moet rijden, wie er achter je ligt, wie er voor je ligt. Ga maar door, ga maar door.
Ja, waarom doe je dat? Want er is radiocontact, zegt hij. Ja, dat klopt, er is radiocontact. Maar je weet nooit of het allemaal goed doorkomt. Bovendien ben je tijdens de ronde natuurlijk erg bezig met andere dingen doen, namelijk gewoon het rijden. En als je dan langs de pits komt, dan ben je gewend als autocoureur om even op dat bord te kijken. Je doet even zo en je ziet alles. Dat doe je als je begint met racen, in karten, in Formule Ford en alles wat daarna komt. Heb je ook pitborden, want dan heb je nog geen radio in je auto. Radio gebruik je voor andere dingen, posities doorgeven en dergelijke. Dat doe je gewoon via het pitbord. En het is dus niet zo dat een coureur ineens gewoon... Goedemiddag, hallo, tijdens het rijden in één keer zo... Sorry, nee Frank, dat was even een tijdje dit. Nokken. Het is dus niet zo dat een coureur tijdens het rijden ineens zo'n stemmingshelm wordt, want dan schrik je je wild. De afspraak die de teams hebben met een coureur is, als we tegen jou praten, is het in principe alleen maar als je langs start-finish komt. Of, en dat is natuurlijk wel een uitzondering, als een safety car er is, want dat betekent op het moment dat ze dat doen, dat hij weet, dan kan hij ook meteen van zijn gas afnemen, hoeft hij niet vol gas door te rijden. Want je schrikt altijd als ineens zo'n stem in je hoofd opkomt die iets begint te roepen. Ik denk dat we daarmee weer kunnen afronden. Heb je nieuwe vragen, stuur ze naar pitspost@rtl5.nl of postbus 224-00-1202 CH in Hilversum. No, no, I know, it wasn't a problem. No. Beat anybody anytime in any car. I think my career would have been completely different. John, 10 years in Formula One. To be perfectly honest, I think when you started Formula One, it was more a case of surviving one race, let alone 10 years. Yeah, I think it was at that time, yeah, definitely so. The nice thing is sort of being carried to the car then and actually being able to walk to it now. So it's come on a long way. It's been a long, hard struggle. It's been, from the early days, very difficult with trying to get the feet back and then getting back at Lotus and trying to prove yourself in that. And it was all going very well. I had the week before, I had a great test at Monza with Lotus, with Nelson at PK. And it was all going very, very well. And I was on such a high. I was sort of I could beat anybody, anytime, in any car, any condition. And after that, it was a bit more difficult because I'd lost that feeling that I had, and it's something I've always been hunting for, wanted to try and get back, and I'm still after it now. The similarities that you started in Brazil, first race with Benetton back in 89, we're back in Brazil, although it's the second race with Stewart. Then you could be on the podium, which nearly finished as you finished fourth, but on Sunday here, there's a fair chance that you'll be on the podium again. Which is a surprise to some people, because when you sort of announced you were going to go to Stewart, some people said, what was he on when he decided to do that? Yeah, well, so, you know, some people are quite strange how they look at things, because, you know, I think, you know, Stewart Grand Prix have had a lot of, I don't know, probably bad press almost, because they've been in, they had their first year, they got that podium position. And it was an okay year, but then they had the bad year last year and they were instantly sort of written off as if it was never going to happen. But things change, and what Paul and Jackie did during the winter for the structure of the company was very good. It was very good what they did with getting Gary Anderson along, but also, which was very good as well, was what Paul did with buying Cosworth, because that was a very important part of, I think, Paul's program, but it helped Stewart's program as well, and they've come together and they've linked very, very well. How big was your personal input in getting things to move here, and how important is it for a driver to get things moving? Well, I think I was very fortunate, because when I actually signed for the team, Gary, actually I didn't know anything about Gary. Neither did Gary, probably. No, I think he was aware, but it only came a month or even less than that after I actually signed the contract. So for me, it was actually an added bonus that we had someone like Gary who's got a great, I think, reputation of what he did at Jordan. And I think it's very good for the team, because he's very aware that you need to do this, as you said earlier on, about developing it. Yeah. And it's one thing that he does know about. And even in the second race of the year, we've done a lot of changes to the car, which
have been very beneficial to us, and I think that's why we're in a situation we are now. Chances of Johnny Herbert winning a Grand Prix this year? Well, I think we have a good chance of, I think if we have luck, I think Jack has already mentioned that if the team has some luck, they could win a race. And I think, to be honest, if Rubens had started in fourth in Australia, where he should have done, he probably would have won that race. But the way it went, he didn't. But I think we have an opportunity now that the car does seem to be, I think, competitive here in Brazil. And this is always, I've found in the past, to be quite important, because if the car doesn't work here on the bumps, it's normally going to be a bit of an inconsistent year. It's going to be good here and maybe not so good there. But it seems to be good here. It was good in Melbourne. So I think that looks very good for the future. And I think that opportunity of winning is, I think, is something that we're all sort of looking at and thinking it is a possibility. Zijn we nu weer aanbeland bij onze prijsvraag. De vraag die we in Australië gesteld hebben was, noem twee Australische wereldkampioenen. Nou, het konden er ook maar twee zijn. Jack Brabham, hij was wereldkampioen in 59, 60 en 66. De ander was Alan Jones, hij was wereldkampioen in 1980. Dit zijn de prijswinnaars. Het horloge is gewonnen door John Beentjes uit Schellinghout. Even spieken, het Formule 1-blad, het abonnement daarop is gewonnen door Peter Kalteren. En Peter komt uit Sneek. Dan gaan we nu naar de nieuwe opdracht. En de vraag is, wat is dit? Wat is dit? Weet je het antwoord? Stuur het dan naar RTL, postbus 22400 1202CH in Hilversum. Of gebruik ons e-mailadres pitspost@rtl5.nl. Nogmaals de vraag voor deze week. Wat is dit? De Formule 1-wereld schrikt op tijdens de vrije trainingen vlak voor de kwalificatie als er dit gebeurt met Ricardo Zonta. De Braziliaan verremt zich, schiet van de baan en komt keihard in aanraking met de vangrail. Zonta zit even versuft in de auto, de doktoren komen erbij. En wat blijkt, hij heeft niets anders dan een gebroken voet. Het team geschrokken, eerst naar het medisch centrum op het circuit, later weggevlogen en geopereerd in de stad Sao Paulo. En hij zal er dus definitief niet bij zijn. Maar het is wel bewezen dat de auto's sterk en veilig genoeg zijn. Want een paar jaar geleden was dat toch een heel vervelend ongeval geweest. 'S Middags is het droog en de dreiging van regen is er wel. Dus zien we dit beeld. Op het moment dat de pitstraat open gaat, duikt vrijwel het volledige veld naar buiten. Ineens waren er 16 auto's en men had haast. Dat toont hier Heinz-Harald Frentzen, die bij het uitrijden van de pitstraat alvast Jarno Trulli inhaalt. Bij de McLaren's waren 's ochtends ook het snelst geweest, maar ze moesten er wel voor rijden. Het gat was toen maar 0,7 van een seconde ten opzichte van onder andere Barrichello, Michael Schumacher. Ze zaten er weer heel dichtbij, die groep mensen daar vlak achter. De eerste die we zien rijden is Damon Hill. Hij rijdt zich naar een mooie 7e plaats toe. En Hill had het naar zijn zin. Hij was lekker aan het gas geven. Luister maar. Samen met zijn Nederlandse engineer Dino Toso was hij tevreden achteraf dat ze deze plek hadden weten te halen. Dan Eddie Irvine. Had meer gehoopt, maar kreeg niet genoeg, want hij blijft steken op plaats nummer 6 op iets meer dan 1,2 seconden. Giancarlo Fisichella dan, was er de hele tijd niet bij geweest, maar weet in de training een prima vierde tijd te realiseren. Op dat moment 1,1 seconde achter de rest. Dan de problemen voor Alessandro Zanardi, daar is hij weer. Het wordt zo'n zielig verhaal, maar hier kan je als coureur echt niets aan doen. En Zanardi zal deze wedstrijd aanvangen op plaats nummer 17. Vierde plek van Fisichella bleef niet lang staan, want de Duitse Schumacher hakt hem erin. Pakt hem af met 16e van een seconde en lijkt dan zeker te zijn van de plek best of the rest. Maar hij had gerekend buiten Barrichello, want Barrichello was vanmiddag fenomenaal. Briljant. 0,3 van een seconde is het gat wat hij neerzet met de beide McLaren's op dat moment. Die McLaren's gingen nog harder en uiteindelijk wordt het dan 0,7 van een seconde. Maar de Brazilianen waren trots en tevreden over de kleine Barrichello. En hij deed het ook gewoon met verve. De pogingen van Coulthard waren er, maar Coulthard blijft steken op 0,1 van een seconde. En dus voor de tweede achtereenvolgende keer in 1999 is het Mika Hakkinen. De 1,16,9 die hij had staan, zit hij nog even scherper. En het wordt 1,16,5,6,8 met 305 kilometers op de klok. Mevrouw Erja tevreden. Mika tevreden, David Coulthard moet genoegen nemen met die tweede positie.
Maar ze zijn wel harder gegaan dan de pole van vorig jaar. En dus lijken de reglementen van de FIA eigenlijk niet te werken. 201 kilometer gemiddeld voor Hakkinen. Dan Coulthard, Barrichello en Schumacher op de tweede rij. Dan Fisichella, Irvine, Hill en Frenzen dicht bij elkaar. Woods en Herbert completeren de top 10. In het tweede rijtje tegenvallend Ralph Schumacher. Maar dat geeft aan dat de Williams er nog lang niet is. In zekere zin ook tegenvallend Panis en Trulli. En Pedro de la Rosa werd uiteindelijk nog zijn snelste tijd afgenomen. En dat kostte hem een plekje. Marc Gené sluit de rij. We praten als eerste met Rubens Barrichello. Ruben, hey, third place. One better than Melbourne. And, well, all smiles, I suppose. Yeah, no, it's all smiles. I'm very happy, glad to be here in front of my whole crowd. And it's a good thing. I hope I can finish the race. We look very competitive. We look very, very quick. So I hope we can be there. If I can be there, and if I can make my podium, that will make my day, make my life. Did you think you were going to be this close to the McLarens? Not really. I thought they were further away. But being in front of Ferrari is fantastic. And being in third position, and just is fantastic. It's fantastic. De volgende man die we spreken wordt nog even mooi gemaakt voor zijn interview. Het is Giancarlo Fisichella. Giancarlo, it looked like difficult qualifying because it looked like it was going to rain, but the rain stayed away, luckily. Yeah, now it's a very nice day, and I'm very pleased. Before the qualifying, was very upset, very exciting because the problem was the gap between me and the other teams. It's very close, apart from McLaren. And one mistake was, if you do one mistake in the lap time, you can be tense. And now I done a very good lap time. I am fifth. This is my expectation for today. A little bit of a surprise because the whole weekend you must have been doing something else because you weren't very close. Yeah. To be honest, today. Was better for me the wet condition because yesterday in wet condition was in first rows always, but I am always also very happy for fifth, and it's good for tomorrow. Thank you. Iemand die teleurgesteld was Pedro de la Rosa, heel teleurgesteld zelfs. Let maar op. Your last lap was actually the quickest one until you got balked, I think. Yeah. That's why I'm not happy, because I could have improved. And there were some problems with the yellow flags. I was behind Diniz and I went too quick on yellows. Now you went to see the stewards. Did they take the time you were away, or what did they do? My fastest lap time. And what does that mean? Well, I mean I lose one position. So it's enough of a reason to be well pissed off. Well, also the holding up on your very last lap when you came into the pits, that wasn't very nice either. You must have been some Spanish shouting in the cockpit. Yeah, especially because it was made. Villeneuve was the guy that blocked. I mean, he's experienced enough to know that we only have 12 laps to qualify. You know, so I mean, he should know better anyway. Je zou bijna meeleiden met hem krijgen, Pedro La Rosa. Geen medelijden met Mika Hakkinen. Hij heeft zijn zaakjes weer heel goed voor elkaar. Gelukkig wilde hij nog steeds erg graag met ons praten. Mika Hakkinen, congratulations on another pole position. It looked like a very good lap on the television as well. It was a good lap. We did improve the car all the way through the qualifying session. But at the end of the day, still not 100% happy with the car. You're probably wondering what that guy is talking about. He's in pole position. He should be extremely happy. And yes, I am. I am very happy. But we can go faster. We can go quicker. And the car is not exactly in optimum at the moment. Lap, what I did to able when I got the pole position, was a good lap. But I lost some time in some corners because the car did not do exactly what I wanted the car to do. So it's still some work to do. Yeah, some work to do. I think tomorrow. The main thing is getting to the end of the race. How's reliability at the moment? The team has done everything. They have done everything to try to understand and fix the problems with the experience in the first Grand Prix.
and are these problems fixed? We're going to see tomorrow after the race, or during a race. Thank you, good luck. Thank you. Al dus Mika Hakkinen. Olaf Mol toonde u net een object en hij vroeg... En de vraag is, wat is dit? Wat is dit? Ja, wat is dit? Prijzen die u kunt winnen zijn... De tweede prijs, een jaarabonnement op het blad Formule 1. En dat is niet niks. En de hoofdprijs is dit racejack. Alleen het racejack dus. Zowel voor mannen als voor vrouwen. Oplossingen die stuurt u aan RTL Formule 1, postbus 22400. Postcode 1202CH in Hilversum. U kunt het ook e-mailen. Doet u dan een pitspost @rtl5.nl. Dus rtl5.nl. Houd dat in de gaten, want let goed op in het vervolg. Die pitspost dus naar rtl5.nl. Want vanaf de volgende Grand Prix, dat is de Grand Prix van San Marino, zit u dit programma op RTL 5 en niet meer op RTL 4. De prijswinnaars van de vorige keer, die wilden misschien nog wel even horen over de Australische wereldkampioenen in de Formule 1, Alan Jones en Jack Brabham. Dat zijn Peter Kalteren uit Sneek. Hij wint het jaarabonnement op het blad Formule 1. En de hoofdprijs, dit prachtige horloge, is voor John Beentjes uit Schellinghout. Van harte gefeliciteerd. We gaan naar Brazilië, dat wil zeggen naar het circuit van São Paulo. En dat doen we met beelden van de race van vorig jaar. Maar laten we eerst het circuit zelf even onder de loep nemen. Dat circuit dat is 72 rondjes moeten er worden gereden. Dat is 310 kilometer bijna. En u kijkt naar de start van vorig jaar. Met de McLaren-Mercedes soeverein aan de leiding. Het is een lastig circuit. Het is een van de weinige circuits waarin we links omrijden. Dat is niet echt gebruikelijk, maar dit circuit en nog een tweetal heeft dat in de Formule 1. Nou, het hele koppel komt goed weg, maar Nagano, u ziet hem hier, die was er al heel snel af. Shinji Nagano, die kon en zijn eigen pits opzoeken en terug naar Japan. Voor hem was het al heel snel gedaan. U ziet het hier, hij verliest de wagen totaal en staat dwars. Goed, even werk voor de marshals. En hier zien we dat een wagen wordt opgeblazen, de motor althans. En dat doet Torunosuke Takagi met zijn Tyrrell Ford waar hij toen nog voor reed. Nou, de winst vorig jaar was heel duidelijk en soeverein voor Mika Hakkinen. Die op dit circuit echt zijn eigen overwinning behaalde. Nou, dat circuit, dat ziet u dan nog even hier. We hebben het er met Olaf Mol over gehad. Twee, zeg maar, lange rechte stukken. En dan krijg je daar binnenin een soort aanhalingstekens Mickey Mouse circuit. Het is hobbelig. Het is een buitengewoon lastig circuit voor de coureurs. En daar gaan we dus straks op racen. Nou, op dit circuit zijn de coureurs nu ondertussen op de startgrid gearriveerd. En daar zijn ook onze commentatoren Olaf Mol en Allard Kalf. Ja, dankjewel Ruud. Het is hier inmiddels ja, zeg maar zo meer dan ongeveer een minuut of tien nog te gaan voor de start van de grote prijs van Brazilië. Het is lekker warm aan het worden. 24 graden buiten, 26 graden de temperatuur van het asfalt. Allard Kalf daar beneden. Allard. Ja, waar de startopstelling voor en voor wordt op het ogenblik. En de sfeer die hier aardig in zit. Hier achter mij, Anders Mondraai dus voor mij, een hele volle tribune en een Braziliaan op de tweede rij. En ja, in begin jaren 90 was het hier altijd feest op die tribunes met Ayrton Senna die hier immens populair was. Maar ik heb het idee dat ze vannacht ongeveer 100.000 stewardpetjes hebben laten drukken. En die ook nog aan het publiek gegeven hebben ongeveer. Want Rubens Barrichello vanochtend met de rijdersparade was het echt een één groot feest. En dan staat de man nog maar derde. Ik zou er niet aan moeten denken wat er gebeurt als hij wint. Problemen in de pit bij het team van Ferrari. De grote ogen van Eddie Irvine, u kunt het zien. Hij heeft nog een andere halve minuut, 1 minuut 15, om daar weg te komen. Allard. John, Johnny Herbert, the warm-up. You weren't very quick, but I understand you didn't want to put too many miles on the engine. Yeah, well, we had to restrict ourselves in a bit of mileage just because we've had a few problems in the past and we didn't want to put too many on it. So we should be okay for the race. It'll be interesting and it's going to be very tough. Okay, thank you very much. Good luck. Go to the toilet. Op weg naar het toilet. En wat hij zegt is, we willen niet te veel kilometers op de motor zetten voordat de race begint. En dat is een probleem wat een heleboel teams hebben. Dat ze te veel kilometers maken en dat je in dit stadium van het seizoen nog niet weet of je
een race kan uitrijden met die motor. Dus je wil zo min mogelijk rijden 's ochtends. Het gejuich achter mij op de tribune is voor Rubens Barrichello. En de man is gewoon populair. Eddie Irvine staat nog steeds met zijn Ferrari in de pits. De leider in de stand om het wereldkampioenschap. Had niet nog 1 minuut 15, maar nog 1 minuut of 5. Dus dat gaat wel goed komen. Deze Brazilianen juichen voor hun Rubens Barrichello. Kan hij een verrassing hier losmaken? Kan hij zorgen dat men hier in Brazilië weer eens kan juichen voor een landsman? Ik hoop het voor de Brazilianen. En ik hoop het eigenlijk ook een beetje voor Rubens Barrichello.